Wacht even. Ja, klaar hoor. Ja. Ik heb geen zin in. Ik kan niet. Hallo kijkers van Wertube Games, welkom bij een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met Speklapje, ook wel bekend als Maarten van Rage Inc. Zijn kanaal staat natuurlijk in de beschrijving. Wij gaan vandaag iets fucking doms doen. Wij gaan, we hebben hier hete poeder. Op dit moment zal je wel een close-up zien. En het is 2,2 miljoen Scoville units. Het is poeder van de Carolina Reaper, dat is de heetste peper op aarde. Wat we hebben gedaan, we gaan niet die peper gewoon opeten, saai. We hebben geweldige pizza koekjes gebakken. En we hebben ze voor elkaar door elkaar gehusteld. Dus er zitten hier 8 in dit bakje. En 2 daarvan zitten vol met dat poeder. Ja. En als je dat opeet, word je niet blij. Word je niet blij. Dus voor de zekerheid hebben we wat melk en wat ijs. Ja, we hebben wel lekker ijs. We denken wel dat het goed komt hoor. Het is denk ik manageable. Maar het is wel heet. Dus wat we gaan doen, we pakken er gewoon random 1. Ja, gewoon ons de beurten denk ik. En degene die als eerst... Alle twee de hete heeft gehad, die krijgt de allerheetste lobby. Lolly. En wat dit zijn, dit zijn Stinger Pops. En één daarvan is van de Carolina Reaper, 2,2 miljoen Scovilles. En één van de Trinidad Scorpion, 1,4. Degene die als eerste zijn hete pizza koekjes krijgt, krijgt de heetste lolly. Maar die lollies die doen we in een andere video, maar die zijn er dus wel. Ja, dus als je al de lul bent, dan ben je nog meer de lul. Dus ik denk dat we gewoon maar beginnen. Nou ja. Ik ben de gast, maar ik ga jou toch eigenlijk... We doen het gewoon allebei tegelijk. Mocht je het recept willen weten, het is bladerdeeg met pizza quick, kaas, salami en bij hem zit de spek overheen. Ja, ik vind salami. Heerlijk, maak het als je de kans krijgt. Oké. Dat kon niet goed. Ik denk dat het is. Geen zin in. Oké. Ik ben veilig. Ja. Wacht. Nee, als je nu nog niet. Volgens mij ben ik de lul. Ja? Ja, ik proef wel iets heet. In één keer opeten, man. Oh nee. Oh! Nee. Ah. Mooi als ik ga winnen, man. Heet? Is het erg? Die heb je expres bovenaan gedaan. Ook echt. It's funny, because it's true. Oké. Oh, maar je krijgt dingen ook moeilijk weg. Ja. Ja? Ja, je hebt je hulpmiddel, hè? IJs, bak ijs. Nee. Heerlijk. Ik ga het zonder doen. Oké. Next. This looks inviting, guys. Volgens mij is deze ook niet goed. Je mag hem omdraaien. Nee, ik ga ermee door. Ja. Oh. Ja. Deze is fucking heet. Grappig, nee, deze. Want Maarten heeft de poeder erop gegooid. En er zit bij mij meer op dan bij Maarten. Nee. Oh. Oh nee! Hoe? Oh! Nee. Nee. Oh. Dit spul is heet, joh. Ik ben een lul. Ik heb ze alle twee al. Je hebt ze alle twee bovenaan gelegd, of niet? Ik had er één bovenaan gelegd, die andere had ik gewoon doorheen gerusseld. Oh. We hadden net al een tandenstoker gehad van dit spul. Echt een topje. En dat was gewoon. Dat was echt maar gewoon. We kwamen eroverheen, maar dit is verschrikkelijk, man. Ik dacht dat ze zou meevallen. Ik dacht het ook, maar... Oh, van mij. YOLO. Als jullie deze thuis ook maken, neem dit poeder ook erin mee. Dat is zo lekker. Ik meen het. Ik denk niet dat je de rest moet opeten. Bewaar het tot je van die hitte af bent, want het is heerlijk. Ik heb ze alle twee gehad. Dus ik hoef het niet meer. Ik vind het erg als ik ijs neem. Mag. Het is niet uit te houden, joh. Het zit ook op mijn gezicht. Ik weet niet hoe. Gewoon, Maarten die neemt de eerste twee koekjes. 2 van de 8. En het is gelijk raak. Ik moet naar casino's gaan, dat komt niet goed. Ah, ik was even plan dan, man. Oh. Ja, je voelt het wel, mijn neus begint. Moeten wij ook zeggen dat we professionals zijn? Nee. Wij zijn professionals. Oh. Wie had dit ook alweer verzonnen? Jij.
Ik ben schuldig. Weet je, ik wil eigenlijk die bak elke keer wegleggen. Maar elke keer als ik hem wegleg, dan komt het weer terug. Ja? Ja. Ja, maar dat komt. Als je koude dingen erbij eet, dan komt het twee keer zo hard terug. Dat heb ik dus. Ik heb elke keer zo gezegd, oh, het gaat weer. Ik leg hem neer en dan één keer bam. Nou, ik ga gewoon lekker verder. Heerlijk. Nog vier te gaan. Ik heb 1 uit de 4, maar 2 uit de 8. Als jij hem dus bij de laatste hebt, dan word ik boos. Nou ja, ik denk dat die lollies niet goed gaan bevallen. Ik denk ik ook niet. Maar, jij krijgt ook echt mooi de heetste lolly. Ik krijg een Lina Reaper. Een hele Lina Reaper. Heerlijk. Het voelt echt gewoon alsof mijn lippen nu aan het opzwellen zijn. Ik weet niet waarom. Dit is de ene laatste. Als dit, ik denk dat dit de heetste. Ja, maar ik heb die laatste ook onderaan gelegd. Dus ik denk dat ik heb het nog een beetje geprobeerd te huren. Weet je wel, maar... Nee? Het komt er dus op neer dat als ik... Ik kan mezelf nu gewoon deze hitte aandoen, hè. Mm-hmm. Maar ik zal sportief zijn, ik doe het gewoon. Maarten hier, die doet het, dus ik ben sportief. Hij smaakt anders. Ja, dat komt nog hoor. Het bouwt al. Ja. 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 Dan had ik dus ook eerst bij die eerste taf. Dus zoiets van, oh, hij is lekker. Oeh. Ja, deze is gewoon vies. Voor mij is dat die laagste waar ik heel veel op heb gedaan. Nee. Saving the best for last. Dit is fucking ranzig. Dit smaakt gewoon niet lekker. Ik kreeg net iets in mijn kul. Maar het ijs is wel lekker. Het ijs is heerlijk. Maar wacht maar tot je straks geen ijs meer hebt. In ieder geval, terwijl Maarten hier nog geniet van zijn geweldige koekjes, ga ik deze video afsluiten. Maarten krijgt deze heerlijke hete lolly. Oh man, het begint nu omhoog te komen. Oké. Maarten krijgt deze heerlijke lolly. Ja. Ik krijg het er minder heet, hè? God, oh man, dit is verschrikkelijk. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje achter te laten. Abonneer op mijn kanaal, op Maarten's kanaal. Tot de volgende video. Joep.